In Marijke's work, there's meaning embedded, but unpacking it makes you often feel clumsy and heavy-handed. You get it, but to talk about it somehow is almost unnecessary. Het is heel erg open. Het zijn kale dingen. Het is kaal geschraapt. Daar hou ik ook van. En het is open. En je moet het zelf, kun je ermee aan de haal. Marijke is voor mij echt een kunstenaar, niet een schilder, niet een beeldhouwer, niet, omdat zij dit zelf ook, zij doet dit zo. Zij gebruikt verschillende media om haarzelf uit te drukken. Soms lijkt sommige dingen meer verband te houden met schilderkunst, soms andere meer met beeldhouwwerk. Ik denk dat ze heel graag de dingen gewoon plat en open en simpel en duidelijk wil laten zien. En het is wat het is. Dat eerste werk, hè, dat is iemand staat in het midden in Marrakesh op dat fameuze plein in een cirkel van mensen. En het is de camera die draait, dus die persoon draait. En die kijkt als met een soort zoeklicht naar die mensen. En die verschijnen dus in beeld, maar in feite zie je alsmaar een fragment. Zo'n waanzinnig eenzame positie om zo naar de mensheid te kijken. In a way, in Marijke's work, there's no denial of the full cycle. Things are destroyed, things die, things come back. There's a solitariness, there's a communality. There's the good days, bad days, as she says. Bye! Bye, 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 bye! Go, go! Go! Het voelt eigenlijk alsof je daar niet door voelt. Ja. You don't see in this part, hè? Ja. Stay outside. Out! Nog een beetje naar links? Nog een klein beetje? Go, 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 go! Stop! Mooi? Wow. Bellissimo! Dit is het aspect wat ik graag nog over wil spreken, over reflecties, beelden, binnenbeelden. Een heel groot ding hier wordt heel klein eindelijk, alsof je hem kan vangen. Dus je is vlinder vang je dus die vliegtuigje op die, niet op een boek, maar het lijkt alsof het op een boek is. Dus het wordt een tekening, het wordt een... Nou ja, niet echt schilderij, maar ik bedoel, dit is dus die type dingen. Dus als je dus echt zit te kijken, worden heel veel beeldassociaties opgeroepen. Wat echt in dat beeld zitten. Daar is het meisje weer, in haar mouwloze witte jurk. Weer zit ze haar handen op het gras en weer steekt ze haar benen in de lucht. Ze raken die muur en zo blijft ze staan. Die soepele jurk watervalt naar beneden, langs haar benen, onthult een witte slipje, een witte buik en een zwarte navelgat en stopt gemeenzedig vlak voor de borsten met stromen. Haar werken zijn niet verhalend. En ze heeft me wel eens gezegd, en dat vind ik een hele mooie, dat de loops die ze gebruikt, ze zegt, door die loops map ik het verhaal eruit. Dat kaalgeschaapte en dat minimale, dat vind ik wel een beetje Hollands. Het is niet zozeer dat ze je zo anders naar andere kunst noodwendig laat kijken, wat sommige, vooral schilderkunst vaak doet. Je ziet iets en je gaat onmiddellijk wil je dit vergelijken met het schilderij wat je denkt is beter of van diezelfde onderwerp. Maar Marijke, zijn werk heeft iets, als je houdt van een van die werken, kijk je dus heel anders naar die wereld om jou heen. Dus doordat zij dit gedaan heeft, kan sommige dingen nooit meer diezelfde zijn. Hey, Rolle! Dai! Rolle! Dit was goed, wow. Hè? Wow. Rolle has
with this field of flowers. It's like a colored plane, Dutch flowers, and we know we associate Holland with that, growing and exporting flowers. But it's like constructivist painting or de Stijl or painterly traditions. It's also the title role in English has a nice double meaning. Role as in the role of the actor, and role as in the turning around, rolling over. And the parrot's clearly a performer.